Wat doe je daar, Rukker? Mooi op de balie. Bolly? Nou, Bobby's. Ik sta buiten aan de Overtoom bij de Coel Club. Ik ben even buiten gaan staan. Ik ga een rondleiding geven wat er tot nu toe is gedaan. Maar ik denk, doe mijn praatje even buiten. Want de mannen die zijn hard aan het werk. Wil jij misschien van de lamp ophangen, of niet? Ja. Mooie spotjes, hè, komen er. Zeker weten. Hey, dit is ook uniek eigenlijk, hè? Dat ik jou film terwijl je aan het werk bent. Ja, dat is wel, ja. Ben jij van de cementmolens? Een vraag van de kijker is, wat is nou de reden dat jij je zo thuis voelt in Amsterdam? Dat je zo ongelooflijk gek bent op Amsterdam, want dat ben ik. Sowieso vanwege wat je achter me ziet. Rijksmuseum. Maar ook vanwege de volgende dingen. Amsterdam, Amsterdam. Ik zal nog eventjes wat beschrijvingen geven hier. Zoals je ziet komt weer een extra laag over, over de verhoging heen. Het is voor de stevigheid. En de tegelzetter is in de house. Gaan we eens even bij hem kijken. Dat is stukje, hè. Stukje. Tegelzetter en stukje door. Appetap. Tja, ineens... Gaan dingen snel? Ga je dingen meer zien dan de andere dingen? De voorgaande dagen is er misschien net zoveel of misschien nog wel meer gebeurd. Alleen is dat wat minder in het zicht. Kijk, hier komt een wasbakje. De achterkant is nog open. Dus de dingen die je nu gaat zien, dan zie je echt een beetje welke richting het opgaat. Nou ja, dat wilde ik eventjes vertellen. Iedereen is weg. Ik heb nog eventjes wat aan de vloer gedaan. En morgenochtend zijn we er weer, hoor. Dit alleen al is een ander gezicht. Het kozijn is er ingekomen. Ja, en hier wordt de badkamer betegeld. De douche. De achterkant van het toilet is natuurlijk dicht. En hier wordt de wand aangelengd. En toen lag er een vloer. Kikiboe. Nou, en zo hangt er ineens, natuurlijk niet eens, want de loodgieters hebben er heel hard voor gewerkt, een tweede ketel naast de ander. Dat betekent wel wat leidingwerk. Maar hij hangt. Dat was er weer. En daar zijn we weer. Het wordt een beetje afgezaagd. Als je het lijkt, duimpjes omhoog. En het is gratis, dus vergeet niet te abonneren. Ik spam je niet. Ik krijg gewoon elke twee weken een vlog. Dus ik zou zeggen, liken en abonneren. Doei.